En. Last but not least. Het is echt gewoon helemaal niks. Het is echt gewoon helemaal niks. We weten het nog niet. Yo mensen, Jeraske hier en wacht bij natuurlijk weer een nieuwe Pokémon kaartenopening. Hier samen met lieve Linda. Hi. We gaan vandaag natuurlijk weer twee dozen openen. We hebben namelijk weer twee Venusaur dozen om jullie open te maken. Dus per doos zitten er vier pakketjes in met 10 kaarten per stuk die we gaan openen. Daar kunnen normale kaarten in zitten uit de eerste paar generaties van Pokémon. Daar kunnen EX kaarten in zitten, er kunnen shiny kaarten in zitten, er kunnen holo kaarten in zitten, er kunnen mega kaarten in zitten. Er kan van alles en nog wat in zitten. En wij gaan natuurlijk voor die vette kaart. Dus, vind je het dan leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op like op. Als wij de 4000 likes kunnen halen, zou ik het sowieso super fucking awesome vinden. Dus ram kaart op je like op als je het leuk vindt. Ik liet een woord er tussendoor, ja. En ik zeg, laten we beginnen. Heb je zelf gesneden? Ja. Echt? Het schrikt een beetje. Waar heb je zelf gesneden? Hier. Oh, ja, dat is kut, hè? Oh, papieren sneden is echt het kutste wat ik kan. Hier, kusje. Dankjewel. Papieren sneden zijn echt gewoon... Vroeger toen ik op school zat, weet je wel. Ja. Als je soms blijft, en dan... Het prikt zo hard. Gewoon... Ja, dat heb ik niet. Ik heb nu... Ik had het vroeger, toen ik bij de Albert Heijn werkte, weet je, bij de Albert Heijn, dan ging ik die doos openmaken. En dan had ik al overal van die sneden. Echt? Dat is irritant, ja, joh. Maar sommigen kregen blijkbaar een mesje om die doos open te maken. Ik maar heb jij niet... een mesje gekregen. Ze vertrouwde mij niet. En dan, dat zou ik ook niet doen. Liep ik gewoon met die vleespleisters, weet je wel, van die blauwe pleisters. Gewoon omdat ik zo lomp was om mij zelf te snijden aan die dozen. Maar ik vind dat ze je gewoon een mesje volgende keer moeten geven. Hoezo? Ik werk er al echt al jaren. Volgende keer, hè? Ik was 14. Volgende keer ooit. Als je ergens doos moet openmaken, moet je een mesje hebben. Oké. Geef Linda een mesje. Hashtag geef Linda een mesje. In ieder geval, we hebben weer 4 pakketjes, zoals je kan zien, uit de doos. We houden natuurlijk Venusaur. Voor het allerlaatste, puur omdat de Venusaur doos is. Dus we beginnen met deze drie. Yes. We beginnen deze keer met Blastoise. Omdat ik geen zin heb om met Pikachu te beginnen. Zullen we met Pikachu beginnen? Oké. We beginnen met Pikachu. Ik wil nog steeds, er zit 1 Mega Charizard in. Ja. En ik zit nog steeds te wachten tot ik die Mega Charizard haal. Dat is gewoon de enige Pokémon die ik gewoon nog wil hebben op dit moment. Die ene kaart die ik heb. Die ene kaart die Linda heeft, ja. Pakketje nummer 1, jongens. Ja. Hier gaan we. We beginnen met een Raichu, een Persian, een Pokeball Trainer Card, een Energy Card, een Slowpoke, een Doduo, een Energy Card, een Shiny Golbat, een Shiny Wally, en... Oeh! Deze is echt vet! Die hadden we. Oh, die is wel die vet! Die is echt vet! Die is sowieso heel vet! Die is wel echt vet! Kijk, we kregen net Raichu. Alleen we hebben nu een andere Raichu gekregen. Die ook nog eens shiny plaatje heeft. Met een ander plaatje. Die is echt dood. Deze is heel vet. Deze hadden we nog niet. Nice! Nou, het begint al goed. Eerst pakketje. Is al helemaal onder controle. Ja, we gaan natuurlijk voor Charizard. We gaan nog steeds voor die Mega Charizard. 1, 2, 3 jongens, brengen we naar de andere kant en dan gaan we. Pakketje nummer 2. Oeh, Charmeleon. Daar is hij al met die trainer wat ouder. Ja. Een Evo Soda trainer card. Een Pokémon Sensor Lady trainer card. Een Tangela. Een Geodude. Een Fire Energy card. Een Paris. Oeh, een shiny Jinx die nog steeds lelijk is. Oh, ik denk hier met hem op. Oh, kak! De verkeerde Charizard! Kijk niet de shiny Charizard, maar de verkeerde, ja. Zoals Linda zei. En. Oeh, Gyarados. Gyarados blijft vet. Het plaatje, ik wil hem nog wel een aparte Gyarados hebben. Gewoon een speciale Gyarados. Ja? Dan krijg je ook nog een keer. Het leuke is, als ik stotte, ja? Dan ga jij knipperen met je ogen. Als jij stotte, knipper ik dan met mijn ogen. Hoe kom je daar nou weer bij? Altijd, elke keer weer. Ik heb heel vaak dan, zit ik zo, want dan wil je ook wat zeggen, maar dan weet ik niet wat ik wil zeggen. En dan doe ik dit. En dan ga jij, dan ga jij knipperen met je ogen. Nee, echt waar. Waarom? Ja, weet ik niet. Misschien knipper ik gewoon over het algemeen met mijn ogen. Nee, want als je stotte, dan ga je altijd knipperen. In ieder geval,
Pakketje nummer 3. Ga niet meer knipperen. Een Fleshling. Een Graveler. Een Iwakuni. Die krijg je echt elke opening. Een Paris. Ik heb niet meer geknipperd. Een Sloop. Ja. Oké, okay, knippen nu maar schoon me echt wel dood. Een Sloop ook. Een Energy Card. Een Pikachu. Noem eens na. Peren. Dat was fucking goed. Een Shiny Pokémon Fanclub Training Card. Een Gardevoir EX Card. Wat hem helaas al. Maar hij blijft wel vet. En een Hitmonchan. Hitmonchan. Laatste pakketje van deze doos. Het Venusaur pakketje. Het is een Venusaur doos. Dus ik hoop dat we hier sowieso gewoon de beste kaart uit gaan krijgen. Maar daar komen we nu achter. Daar komen we nu achter. Of ik zeg bedankt voor het kijken naar deze video en ik sluit hem hier af. Nee. Oh, oké. Dan gaan we verder. Dat gaan we niet doen, hè? Pakketje nummer 4. Yeah. We beginnen met een Shroomish. Een Cloyster. Een Metapod. Een Clefairy. Een Shellder. Dat je zo... een Energy Card. Ja, oké. Okay, een Machop, een Shiny Shauna card, een Fluet en last but not least. Het is echt gewoon helemaal niks. Het is echt gewoon helemaal niks. Ik weet het nog niet. Oh. Ik dacht dat er iets zat. Ik dacht serieus dat ik ze zag zitten. Ik zweer het je. Ik dacht serieus echt dat ik iets zag zitten. De anders zou ik niet zo doen, maar blijkbaar zat er letterlijk helemaal niks. Jan zat zo haastig te doen zo. En dat doet hij altijd als hij ziet wat hij wil hebben. Dat doet hij ook in de winkels altijd. Ik ga heel dus ik denk, er zit daar wat bijzonders. Dat is wel een Parasect. Ja, ik dacht dat het iets beters was. Ik dacht, dan krijg ik eindelijk een Charizard die ik al heel de tijd wil. Maakt niet uit. En we gaan verder met, even kijken, ik begin deze keer met Charizard. Toch? Yes. Oké, we beginnen deze keer met Charizard. We hebben weer een pakketje in onze handen. Dus dan doen we 3 kaarten aan de andere kant. Dan draaien we ze om. Oh, wat? Wat? Ik deed het 3 aan de andere kant en we beginnen met de verkeerde kaart. We zijn niet met Pikachu begonnen. Wat? Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik denk dat ik het nu weer goed heb. Sorry hoor. Nou, er zit in ieder geval Shiny Meowth in. We beginnen met Flabebe. Misschien was een fout van de... Met Golbat, ja, misschien wel, ja. Een Evasoda Trainer Card. Een Pikker. 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 Een Pikachu. Een Diglett. Een Shiny. En, of een... Waarom zeg ik nou shiny? Ik zit niet met het woord shiny in mijn hoofd, omdat ik gewoon shiny kaarten wil. Ja. Een normale energy card. Basic normaal. Een Rhyhorn. Een shiny meow. Meow. Meow shiny. Meow shiny. Meow shiny. Meow shiny. Dat weet ik veel. Een shiny to den. En een Dugtrio. 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 Dugtrio! Nee, dat zijn er 2. Ik heb maar 2 gaten in mijn neus, niet 3. Dugtrio! Pakketje nummer 2. Woe! Een Raichu. Een Trainer Card. Nog een Trainer Card. Een Geodude. Een Krabby. Ik wil dat echt Kingler! Een Boos. Korte bal. Een Energy Card. Ja. Een Gastly. Oeh, een Shiny Red Card. Ik kom er weer de verkeerde! Een Charizard en een Parasect. Nee, ik wil echt die andere. Ja, die krijg ik andere Charizard. Waarom krijg ik die dan niet? Dan moet je maar met mij ruilen. Ja, welke kaart wil jij dan voor jouw mega Charizard? Welke denk je? Flareon. Ja. Oké. Okay. Nee, ik wil ook Pikachu. Nee. Je zei maar 1 kaart. Je noemde maar 1 kaart. Nu krijg je er ook maar 1 op. Wil jij vertikken toch om te ruilen? Als ik jouw mega Charizard mag, dan mag jij maar Flareon. Ja, maar daar ga ik niet mee akkoord. Nou ja, dan heb je pech. Of jij, want jij wilt hem. En ik ben blij. Ja, maar jij wil Flareon. Ja, jij wil Flareon. Ik denk dat ik eerder Charizard wil dan Flareon. Oké, dan krijg je die Raichu die we net kregen erbij. En die Pikachu. Nee. 2 kaarten voor 1. Dat zou ik. Nee, nou ja, dan niet. Nee. Pakketje nummer 3. Pakketje nummer 3. Wow! Zo, hé, je wordt helemaal wild hier. Ik word agressief ervan. Ik heb niks gezien, gelukkig. Nou, daar gaan we.
een girlpin, een trainer card, nog een trainer card, een Pikachu. Wil je deze Pikachu erbij? Oh, dat mag altijd, joh. Hmm. Nou, dan hebben we in ieder geval een deal. Pika. Een Diglett, een energy card, een Rhyhorn, een shiny Pokémon trainer card, Pokéball. Nou, dat is de kaart die dit nou wil. Nou, oké. Okay. Daar heb je hem dubbel. Deal. Ja, deal. Nee, ik ga er niet meer akkoord. Je hebt hem nu wel aan mij gegeven. Nee, geef terug. Ik heb Pika. Deze heb je twee keer. Die check. Ik heb hem al drie keer. Die krijg je niet. Ik heb die al drie keer. Oké, dan bewaar ik hem niet. Nee, geef terug. Ik heb nee. Alleen als ik de Charizard uit mag. Nee. Als je er een zoen op geeft, dan wil iedereen hem helemaal hebben. Nee. Echt wel? Nee. Allerlaatste pakketje van vandaag komt er nu voor jullie aan. We beginnen met een Raichu. Dan komt er een Max Revive Trainer Card. Een Energy Switch Trainer Card. We krijgen alleen maar Energy Cards. Een Energy Card. Ja. Een Zubat. Zubat! Een Pikachu. Pikachu! Dit is echt een Pikachu. Ik wil echt gewoon alleen maar Pikachu krijgen, want dan hoor ik steeds na te doen. Een Diglett. En daar komen ze. Een shiny Clefairy. Clefairy, ja. Een shiny Altaria. En nu komt de allerlaatste kaart van deze hele opening. Butterfree. Shit, ik wil wat champion. Lekker voor je. We hebben wel weer vette kaarten gekregen. Dat sowieso, zoals je hier kan zien. Dit zijn alle shiny. Sowieso een shiny Meowth, die hadden we nog niet. Weer een Charizard natuurlijk erbij. En heel veel trainer cards die en we. En een Pika. Oh ja, en nog een Pikachu erbij. Heel veel trainer cards ook die we nog niet shiny hadden. En een shiny. En shiny the Den. En ga ze door, shiny Jinx. En die. Oh ja, deze denk ik wel de beste van deze. Ja. Die hadden we namelijk die nog Raichu, niet. Deze Raichu. Dus daar ben ik sowieso blij mee. Dus het was weer een goede opening. Ik hoop in ieder geval, jongens, dat jullie hebben genoten. Als je hem genoten hebt, dan natuurlijk de kaart op lijkt nog. We hebben nog wat dozen staan, dus we kunnen ook nog wat dozen gaan openen. Dus als je dat wil zien, laat ons weten. Check Linda's kanaal, Diamantje wel. Check mijn kanaal, Jenas Gaming. En zeggen wij, thanks for watching. En tot de volgende keer. Bye bye.